Goedemorgen, het is vandaag donderdag en we hebben alle spullen ingepakt omdat we zo naar een ander hotel gaan. Mijn koffer is al klaar. We gaan even het luchtbed leeg laten lopen. Deze is ook bijna ingepakt en is alles weer leeg. Wij zouden namelijk de laatste 4 dagen naar Ramira Beach gaan. Maar omdat dat nog steeds niet open is, worden dan overgeboekt naar een ander hotel. Ook van de Kate & Mitzes. En dat is dus Blue Domes. Dus daar gaan wij zo heen met de taxi nadat we ontbeten hebben. Ander hotel en we worden opgehaald door dit busje. Dus ik ben echt super benieuwd. Het was echt een super leuk hotel ook, gewoon een goed hotel. Maar nu gaan we dus naar Blue Domes en ik neem jullie gezellig mee. Aangekomen met het andere hotel. En er zijn 4 hotels bij elkaar, geloof ik, van Mitzes. 4, hè? Norida, Blue Domes, Family Village en nog 1. En wij gaan zitten nu in Blue Domes. En we hebben dus net even hier achter ingecheckt. Daar zijn andere kamers van het andere hotel. En we gaan nu met de buggy, met de koffers, gaan we naar onze kamer toe. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Tot nu toe ziet het er wel heel erg mooi uit. Maar ik zal je alles nog wel filmen en zo. Maar dan gaan we nu eerst even naar de kamer. We zitten nu in de koffer, wat het ook is. Met de koffers. En we worden nu naar ons kamer gebracht. Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Normaal is het nooit zo'n groot hotel, dus dan loop je eruit, zeg maar gewoon in de kamer. Maar het is wel lachen. Ik zal jullie even het uitzicht laten zien. Ik ga het wel meteen laten zien voordat ik het vergeet. Kom je binnen. Heb je hier de badkamer. Eindelijk een spiegel waar je goed in kan kijken. Die muziek ook, lijkt wel de Efteling. We hebben hier beneden 1, 2, 3 bedden staan. En dit is ons balkonnetje. En je kan nog met de trap omhoog. Ziet er echt heel mooi uit. Heb je nog meer kastruimte? Hier ook nog een badkamer. Zo. Met wc. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Nice. Nou, ik heb jullie net de kamer laten zien. Het is echt onwijs mooi. Echt super groot ook. En ik loop nu, even kijken, ik loop nu een klein rondje hoor. Ik weet helemaal niet waar alles is. Ik ken het helemaal niet. Maar daar kom ik vandaan. En dan is hier achter volgens mij het zwembad. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar is geloof ik al de zee. Dus ik loop hier even naar boven. Er staat hier wel echt super veel wind. En als het goed is, is het zwembad. Het gaat helemaal rondom alle huisjes en zo. Maar hier is inderdaad het zwembad. Het ziet er
echt super mooi uit. Het is echt zo mooi groot hier. Volgens mij heb je ook echt wel echt een aantal restaurantjes waar je kan eten hier zo op de resort. Kijk hoor, hier is het zwembad. En geloof ik daarboven kan je ook naar het zwembad. Maar ik loop even naar het boekje. Het ligt dus voor mij, maar ik zie dus hier ook huisjes met een eigen huis. Het rondje heb ik niet gevonden. Maar als ik ze vind en als ik ze zie, dan zal ik het even voor jullie filmen. Yes, zoals je kan zien, ik weet niet of je het kan lezen, maar hierboven staat de sushi, burgers en... Oh, dat kan ik niet lezen. Maar dit zijn dus verschillende restaurantjes. En ik ga even die trap pakken om te kijken wat daarboven is. Zo, ik denk echt dat als ik boven ben... Dat je zo'n mooi uitzicht hebt, zo over de zee en zo. Bij het adem van de trap. Volgens mij hebben ze ook een sportschool. Dus daar ga ik ook even naar op zoek voor de laatste 4 dagen. Die trap is... stijl. Hier heb je nog een zwembad. Dat wist ik niet. Maar ja, van de rest wist ik het natuurlijk ook niet. Weet je, helemaal bij het adem. Ik zal even het uitzicht laten zien. Hier is de speelhal. Oeh, je hebt ook een spa. Als ik nou de sportschool eens kan vinden, zou leuk zijn. Dus net even voor de zekerheid op de plattegrond gekeken of er niet bij in deze buurt een sportschool was. Maar volgens mij ligt het zeg maar aan de andere kant waarvan ik nu ben. Dus dat weet ik nog wel. Dat zal ik het jullie wel laten zien. Nou, het leuke is nog, hè pap, dat jullie mij boven laten slapen. Tadaa! Nou, dan ga ik maar even mijn koffer uitruimen in deze kast. Oké, mijn koffer is leeg en ik heb even alles in de kast gelegd. Ik ga nu nog even een rondje hotel doen. Hmm. Oh, er zit nog een ding omheen. Ja. Waar is het? Er zit hier onder niet in. Welke? Snoepjes zijn wel lekker. We gaan even wat eten. Okay, we hebben net wat drinken gekregen en wat sushi besteld. Het ziet er wel echt super lekker uit. Dus we gaan even proeven. Griekse salade besteld. En inktvisringen. Kijk dit. Oh, dat ziet er heel naar uit. Nou, is makkelijk. We hebben dus net lekker wat gegeten. Ik heb de spa gezien, ook echt ontzettend mooi. Ik had alleen mijn telefoon niet bij, maar dat kan ik hier waarschijnlijk wel laten zien. Want heel misschien neem ik wel eens een massage. En nu gaan we lekker bij het zwembad zitten hier zo. Lekker in. Ze leggen hier de handdoeken neer. En dan ga ik even lekker zwemmen. We zitten nu lekker aan het zwembad. We hebben even ons bikini aangetrokken. We zitten lekker hier zo.
Dus ik ga zo even lekker zwemmen, maar ik heb ook wel dorst. Dus ik ga, tenminste, ik ga met mijn moeder even wat drinken halen. Ze hebben ook beneden, hebben ze die barretjes, sushi, pita, gyros. Of die kleine restaurantje waar je kan eten, waar we dus net ook hebben gegeten. En ook een, zeg maar een kioskje, zo'n restaurantje met healthy food. En dan kan je zeg maar milkshakes halen. Oké, we waren dus net even, we wilden dus net iets van een milkshake halen of zo bij die tentjes. Alleen dat mocht niet, want je mocht het zeg maar niet meenemen naar je bedje aan het zwembad. En je mocht daar ook naar binnen alleen in een bikini. Of in een badpak of iets, je moest iets echt je kleren aan. Dus dat was wel heel erg jammer. En toen hebben we maar wat drinken gehaald bij de bar. Dat mocht wel gelukkig mee naar je bedje. En we hebben een ijsje kunnen halen, maar dan mocht je ook niet zonder kleren naar binnen. Dus we moesten ook even een handdoek om ons heen of eigenlijk kleren aan. Beetje jammer, hè? Maar ja, het is niet anders. Ik ga even lekker wat drinken en dan zwemmen. Oké, we hebben dus net even lekker gezwommen. En we hebben ook met de GoPro wat beelden gemaakt. Onder water, dus ja, die komen er nu aan. We hebben de sportschool gevonden en je kan lopen, daar wat toestellen, hierachter nog. Dus waarschijnlijk wordt dat wel een keer sporten voor mij hier, als ik er tijd voor maak. Maar het zit dus zeg maar boven, waar ik net zeg maar helemaal naar boven liep op de trap. En waar de gamehall is en daar zo boven zeg maar, daar zit dus ook hier de sportschool. We zijn net terug van het zwembad en ik ga even lekker douchen en klaarmaken voor het avondeten. Ik ben buiten adem, want we hebben net het hele stuk omhoog gelopen met hakken aan. Helemaal uitzicht. Maar omdat we met Kei met de rolstoel zitten, kunnen we niet binnen door met alle trappetjes. Dus we moesten helemaal buitenom via de steilweg omhoog. Maar we zijn dus nu weg naar het, hier zoveel wind, naar het buffet voor het avondeten. Pasta genomen. Ik denk vis erin, zit vis in. Ja, zit vis. Ik heb net even lekker gegeten bij het buffet hierachter. We zijn nu even aan het internetten. We hebben eindelijk een goede wifi, want ik heb net mijn wifi niet voor elkaar, maar het is gelukt. En we gaan zo even kijken waar we mijn ouders wat koffie kunnen drinken en we hebben wat anders kunnen drinken. Dus daar gaan we even naar op zoek. We hebben net lekker even wat gedronken in de lobby en er was live muziek en we lopen nu naar huis. Maar we moesten weer via de steile weg naar huis, dus we zijn uitgegaan. Maar we lopen dus nu weer naar ons huisje toe. Lekker omkleden en dan zo lekker slapen.